in breekijzer. Koppige ambtenaren laten invalide Amsterdammertje vallen. Help ons nou om dit grote probleem dat zich voordoet op te lossen. En het enige wat iedereen hoort, dat zijn de regels. Benzinepomphouder is schietschijf in Sint-Willibrord. Heb ik je in één keer te pakken, hè? Maar we beginnen in Maastricht met de oplossing van het conflict met de Finatabank. Herinnert u zich nog het verhaal van André en Mona Koenen uit Heerlen, die door een verzekeringsagent werden opgelicht toen die een lening van André en Mona incasseerde zonder dat geld ruim 30.000 gulden ooit te overhandigen. En de Finatabank die wil nu het geld hebben van André en Mona en sleept ze voor de rechter. Die verzekeringsagent is dus op een gegeven moment 25 jaar bij ons thuis al over de vloer gekomen, heeft eigenlijk alle zaken geregeld. Hij kwam ook als vriend over de vloer. Tot aan een gegeven moment dat hij bij ons aan de deur kwam, had een hoop papieren bij. En dan zegt hij tegen mij van, ik kan die lening voor jullie goedkoper maken. Je had een lening voor een dakkapel? Maar... voor een dakkapel te maken. Ja. En die lening die was dus bijna afgelost. Er moest nog een 5.000 gulden opbetaald worden. En toen komt hij aanzetten van, wij kunnen dan goedkoper afkomen als wij een hogere lening afsluiten. Hij heeft dus geld opgenomen van ons. Dus even in het kort. Dus die verzekeringsagent van jullie, die is naar de Finatabank gegaan met jullie papieren en die heeft 34.000 gulden cash opgenomen? Ja. Die heeft gewoon cash opgenomen en ik ben dus ja, dan nou aan het aflossen wat ik nooit van zijn leven heb gekregen. Bouwvakker André Koenen moet heel wat metertjes extra wegzetten om zijn schuld aan de Finatabank te kunnen aflossen. En dat voor een lening waarmee zijn voormalige tussenpersoon op slinkse wijze verdween. André en Mona zagen geen cent van de 34.000 gulden en de Finatabank wentelt de schuld gemakshalve af op de schouders van de familie Koenen. Ik denk dat zij die schuld niet aan u hebben, maar dat u bent opgelicht door die meneer Molenaar. Want die heeft valselijk verkregen documenten aan u gepresenteerd, op grond waarvan u het geld aan meneer Molenaar hebt gegeven. Ja, Molenaar ook dat vertrouwen gegeven. Ja. Nou, net zo hebben wij dus jaren met Molenaar gewerkt en Molenaar ook dat vertrouwen gegeven. Maar dat nou, dan, iets nou, dan gaat het fout en nou zitten zij met de gebakken peren en u niet. Dat is toch gek. Ik weet niet wie met de gebakken peren zit. Nou, ik weet dat André en Mona met de gebakken peren zitten. Want die moeten namelijk 34.000 schuld terugbetalen, waar ze geen cent van hebben gezien. Nou, dat is vervelend. Laten wij die zaak uitzoeken en daarop terugkomen. Niet de Finatabank is opgelicht, maar de familie Koenen. Zo wordt ons vanaf het hoofdkantoor van de Finatabank bericht. Volgens de bank is de zaak klip en klaar. Maar wat ons betreft loopt die redenering op de klippen. Dus vervoegen wij ons op het Amsterdamse hoofdkantoor. Uw cameraploeg mag even hier gaan zitten. U ja? weet de weg al, dan gaan wij naar boven toe. Ah, als u in mijn ogen vrij brutaal naar deze mensen toe opereert en dan komen we een verhaal halen en dan bepaalt u eenzijdig of er geen camera bij mag. Ik vind dat nogal... Zullen wij een gesprekje gaan houden? Nogal hooghartig, vindt u niet? Een beetje arrogant. Zullen wij een gesprekje bijna gaan houden? Nou, dat gesprekje wil ik wel met u aan. Ja. Goed, dan gaan we naar boven toe. Nou, we komen er in het geheel niet uit. Meneer Hogendoorn vindt dat de Finatabank in het geheel niet is opgericht, in de fout is gegaan of eigenlijk met de hele transactie wat te maken heeft. Ik heb u een voorstel, ik heb uw klanten een voorstel gedaan omdat uw klanten aangeven dat zij niet kunnen betalen. U bent als Finatabank een partij in een overeenkomst waar een derde de boel loopt te belazen. En wat u gedaan hebt, is het gevolg daarvan, die schuld, helemaal op de schouders van Mona en André afgewenteld. En u bent achterover gaan leunen en u heeft gezegd, jullie moeten mij betalen en anders stuur ik de incasso op je nek. Ik heb u gezegd dat wij ons niet opgelicht voelen. Ik ga nu bij deze tegen André zeggen, geen gulden meer betalen. En dan moet u toch naar de rechter gaan en kijken of u nog een centje kunt krijgen. Oh, en wellicht dat de rechter, en daar ga ik vanuit, meer begrip heeft voor de situatie dan de Finata tot nu toe. Goed, dat is uw besluit. Ik heb een goed voorstel gedaan, dat was niet acceptabel. Dus daar wou ik het bij laten. Als Finata ijskoud bij haar standpunt blijft, dan diepvriezen wij de betalingen. We gaan ervan uit dat de bank ook voor de rechter van een koude kermis thuiskomt. Maar Finata laat het na wat juridisch wapengekletter niet zo ver komen en stelt op het allerlaatste moment voor de zaak te schikken. Een goede morgen, André. Het is feest. Dag Mona. Dag. Hey jongens, Pieter. Hoi. Hoi. Nou, feest.
Ja, zeker. Heerlijk. Ja, want de Finatabank ziet af van verdere incasso van de hoofdsom. Om redenen van bedrijfseconomische aard. Ze durven gewoon niet, André. Ja, denk jij ervan? Ik vind het fantastisch dat dit gebeurt. Ik kan zo. Ja. Ja, het is zo. Want dat scheelt je. Nou, het zit 5 jaar zou ik dan nog vast eraan zitten en dan zou me dus ongeveer een gemiddeld zo'n 33.000 gulden nog gaan kosten voordat ik rond ben. Dus omgerekend, 15.000 euro moest ik dus voor 5 jaar nog neertellen. Ja, dan kan een stukje vrij vanaf, man, ja. Of niet? Nu wel. Ik hoop mooi spenderen nou aan mijn pensioen. Ja. Oké. Okay. Nou, val aan. Ja. Ronald de Roy die drijft hier al 12 jaar in Sint-Willibrord een BP-tankstation. Maar het lijkt erop alsof BP hem liever ziet gaan dan komen. Want ze zitten hem op allerhande manieren dwars. En wat Ronald nog het meest dwars zit, is dat hij geen veiligheidskooi heeft. Zodat hij beschermd is als het 's avonds donker is. Die kooi moet hij contractueel van BP krijgen. Maar BP marchandeert wellicht net zo lang totdat er iets gebeurt. Ja, en dan heb ik je in één keer te pakken. Er is helemaal geen veiligheidskooi, niks? Nee, is er niet. Mag dat nog? Nee, dat mag niet meer. Sinds een wet van enkele jaren geleden mag je na 9 uur niet meer zonder een kooi werken. Heb je daar al afspraken over gemaakt dan? Ja, er is een contract gemaakt in 1994 en daarin staat dat BP hier een kooi zou plaatsen. En die is nooit gekomen. Toen in november een collega van mij is doodgeschoten in Goes, toen hebben we een brief gekregen van de grote man van BP waarin stond dat wij op de veiligheid, heel erg op de veiligheid moesten letten. Ja, dat heeft voor mij eigenlijk de deur dicht gedaan. En wat voor andere dingen zijn er dan zo gepasseerd? We hebben hier een Videland automaat geplaatst. Ik heb gekozen voor degene waar BP al mee samenwerkt. Dus ik dacht een goede zet te doen door ook zo'n automaat te plaatsen. Hun hebben mij voor het gerecht gedacht dat ik dus constructief een enorme inbreuk op hun pand had gedaan. Toen heb ik naar de gemeente gegaan. Ik heb gezegd aan de gemeente van is het constructief een dusdanige grote ingreep dat ik dus de gemeente moet vragen om dus een verplaatsing van het apparaat, bouwkundig gezien. En dat blijkt dus ook niet zo te zijn. En in het contract staat dat als het dus geen bouwkundige wijziging is, dat ik het gewoon mag wijzigen. Dus je hebt stellig de indruk dat ze je weg willen hebben? Ja. Een moeilijk persoon. Dus die willen ze weg hebben. Als je moet meelopen in hun winkel, in hun wandel. Ronald de Roy ligt al 5 jaar overhoop met BP. Omdat de benzinemaatschappij weigert een veiligheidskooi te plaatsen, terwijl dit contractueel wel degelijk is overeengekomen. De personeelsleden zijn hun leven niet zeker. En de conflicten over een videoautomaat en een vergoeding voor een lekke tank leiden zelfs tot een gang naar de rechter. Ronald kan naar de pomp lopen. Wat opmerkelijk is dat u weigert om een kooiconstructie in het benzinestation aan te brengen. En zo zijn er nog een aantal akkefietjes waar Ronald absoluut niet vrolijk van wordt. En hij krijgt de indruk dat BP erop uit zou zijn om hem als zelfstandig ondernemer de nek om te draaien. Wat zijn de andere akkefietjes waar u aan refereert? Ik van BP nog steeds geld toegoed heb van een Superplus die ik van een lekkage in de tank. Nou, dan je video. Dan de videoapparaat. Waar toen ze dan nog op hoogspel gespeeld hebben, dat ik dus die videoautomaat weg moest halen. Maar waar Ronald denk ik ook voor hier is, is de vraag: kan BP mij duidelijk maken wat mijn toekomst is? Ja, ik begrijp het. Zoals je hebt gezien, ik heb aantekeningen gemaakt. Ik kan natuurlijk op dit moment niet inhoudelijk reageren. Ik ken de achtergrond verder niet. Heb ik een voorstel? Voordat u uw voorstel hebt. Ja, ik wou net een voorstel doen. Wij gaan even in de zon zitten. En dan komen we nu of 2 eventjes bij u terug. Ja, alleen ik weet het. Ik kan op dit moment niet garanderen dat er dan wel iemand is. Ik heb mijn uiterste best gedaan. De verantwoordelijke personen die zijn niet binnen vanmiddag. En ik wil u, meneer de Roy, hierbij beloven dat we uiterlijk volgende week donderdag bij u op de zaak terugkomen. B.
BP houdt woord en een week later ontvangen we een bevestiging dat de veiligheidskooi alsnog wordt geplaatst. Maar de videoautomaat moet uit de muur, want anders stapt BP opnieuw naar de rechter. En daarom komen we graag nog even op de zaak terug. Er is een keurig brief gekomen. Ja. Daarvoor dank en ook voor het feit dat u kennelijk ook inziet dat die kooi er dus moet komen. Maar we hadden nog een hele belangrijke vraag gesteld. En daar heb ik geen antwoord in gelezen in de brief. En die was, hoe gaat u verder met Roland? Wat is de bedoeling? Ik denk als u naar de laatste alinea van de brief wilt kijken. Daarin wordt gezegd dat we vertrouwen met deze brief een basis te hebben aangereikt voor een schone lei in de samenwerking. En dat brengt wat ons betreft tot uiting dat we gewoon graag verder willen. Maar tegelijkertijd staat in diezelfde brief, maar als u die kast niet weghaalt, gaan we naar de rechter. Ja, ik vind dat niet een manier om met elkaar gezamenlijk de schouders er ergens onder te zetten. Er wordt op geen enkele manier aangegeven waarom die videokast weg moet. Ik denk dat het daarom van groot belang is dat u samen met meneer Beens om de tafel gaat, deze brief als basis neemt en dan met elkaar verder kijkt. Laten we afspreken dat er open met elkaar en met argumenten over de problemen die op tafel liggen wordt gesproken. Heel graag. Met als intentie dat we het oplossen. Ja? Dat is ook zeker de intentie van BP. Met deze welwillende inzet moet het mogelijk zijn om alle vijandigheden over en weer definitief te beslechten. De area manager van BP komt hoogstpersoonlijk bij Ronald langs om de zaak te bespreken. En enkele weken later staat zijn personeel eindelijk achter glas. Hey, hallo. Alles goed? Alles goed? Ja, prima. In Sint-Willibrord. Hey, dit wordt hem? Daar wordt een nieuwe kooi. Vanavond is je klaar. Vanavond klaar? Vanavond is je klaar. Veiligheid boven alles. Dus vanavond kunnen we veilig tanken in Sint-Willibrord. Helemaal eens in. Beter kan het niet. Alles naar tevredenheid. Alles naar tevredenheid. Perfect. Mag je wel lachen als het zo ja, dat doen ze zeker. Hey, bedankt. Oké, okay. Hey, goed. Okay. Tot ziens. Tot kijk. Straks de dramatische val van de driejarige Saïd. Ja. Ik heb eens achteraan gezeten. Ja. Ja, ik kan me dat herinneren. En het enige wat iedereen antwoord, dat zijn de regels. 3 uur later kwam jouw vader thuis. Ik heb hem naar boven gestuurd. En die mag ook die haren wel eens laten punten. Hé, hey, dat ruikt lekker. Daarom bleef je natuurlijk zo lang weg. Jij hebt je uitgesloofd, zeg. Heerlijk deze. Nieuw honig soeppakket. Snel je eigen verse soepmaaltijd maken. Met de charme van Tom. En ik kan er ook wat van. Ah! Wat leg je te doen, Freek? Ik wil het, man. Ik dacht dat ze bij je ingebroken werd. Ik was op weg naar het toilet. En toen viel je voor de gamma. Ik ben alles vervouwen. En dus heb jij veel voor weinig ingeslagen. De echte doet het zelf. Het kind niet zonder de gamma. Kun je me even helpen, Jacques? Tuurlijk kom ik morgen helpen klussen, joh. Ik ben zo blij dat alles in orde is. Rusten. Jacques. Ook nieuw honig soeppakket, mediterrane tomaat en Provençaalse groenten. Tiscali ADSL Surf. 15 keer sneller internet. Nu voor €19,95 per maand. Give me your word. Als moeder zijn er leukere dingen dan schoonmaken. Dus nu is er Pledge in een doekje. In een handomdraai kan ze houten meubels nu afstoffen, reinigen en laten glanzen. Pledge meubeldoekjes verwijderen vuil en vlekken vliegensvlug. Nieuw Pledge meubeldoekjes. Houden van hout. Bespaar meer dan €100 bij aankoop van een Xbox Limited Edition Pack, inclusief Halo en Midtown Madness 3. Bereid je voor. Het wordt druk. It's good to play together. De nieuwe Siemens MC60. Met ingebouwde camera. Siemens Mobile.
haarstylen van Braun. Waar je ook bent, je haar zit altijd goed. De Siemens MC60 Prepay met iMode. Nu bij Primafoam voor €199. Hoe kan één scheerapparaat zich aan verschillende gezichten aanpassen en toch geweldig scheren? Door het unieke nieuwe scheerblad van Braun met duizenden verschillend gevormde openingen waarin haartjes vanuit elke hoek geschoren worden. En 's werelds meest grondige automatisch reinigingssysteem. De nieuwe Braun Activator. We dagen u uit een beter scheerapparaat te vinden. Hoe was het in Spanje? Ja, geweldig, ja. Dit? Kom, geef hier. Kom, geef hier. Ja. Joma Tappanini. Een tappenade geïnspireerd op de vakantie van Otto. Koop nu de decemberzegels met speciale warmte-inkt. Zelfs in water dat zacht lijkt, zit kalk. Kalk laat zijn sporen na, overal in uw huis. Grote hoeveelheden water stromen ook door uw wasmachine, met soms dramatische gevolgen. De hoeveelheid kalk die jaarlijks uw wasmachine bedreigt, is groot en kan hem ernstig beschadigen. Met als gevolg hoge kosten. Calgon beschermt daartegen. Het pakt de kalkdeeltjes in, zodat ze zich niet meer kunnen vastzetten. Daarom bevelen grote fabrikanten Calgon aan. Hoe is de prijs van EDA? Ja, gewoon goed. Van lekker met tas vol voor weinig geld. Omdat de prijzen gunstig zijn. Dus? Ja, is echt concurrerend, hè? Dus EDA, dus gewoon dus, hè? Wat de reclame al zegt, is gewoon EDA. Is it bad to get what you want? Life isn't black and white. It's gold. J'adore. J'adore. A fragrance from Christian Dior. Nu verkrijgbaar bij Douglas. Come in and find out. Hallo met Rita. Lekker. En jij? Wil je live gaan geilen? Oh ja, liever. Dan doet ze alles voor je. Hoe is het, schat? Klinkt al lekker opvallend, schat. Ik schakel je door naar een van onze geilste teefjes, schat. Veel geil genot. Donderdag bij SBS6, de sponsor loterijtrap. Kan hij 5 vleugels op gevoel en op gehoor herkennen? Ja of nee? De sponsor loterijtrap, donderdag om 9:30 op 6. Spanningen in het gezin El Attar uit Amsterdam-Slotermeer nemen met de dag toe. Vanaf het moment op 23 augustus 1999 dat hun zoon Saïd hier van de 4e verdieping uit het raam viel op straat. En vanaf dat moment ernstig gehandicapt is. Vader Hassan kan het ongeluk niet verkroppen. En hij geeft zichzelf de schuld. De problemen die nemen toe naarmate Saïd ouder wordt. Hij is nu bijna 6 jaar. En de familie El Attar die woont nog steeds hier in deze flat op de 4e verdieping. En er is geen lift. Dus wie brengt Saïd elke dag van boven naar beneden en van beneden naar boven? Vader Hassan probeert nu al 3 jaar om een andere aangepaste woning te krijgen. Maar tot nu toe zonder enig resultaat. En hier zijn we bij de familie El Attar. Oh, hey Saïd. Hey, kijk maar naar de camera, dat is de camera. Hallo.
Het zijn moeilijke dagen voor jou. Hè? Dag. We hebben afgesproken dat je je stoer houdt. Want we moeten proberen aan deze reeks van problemen en spanning een einde te maken. Toch? Ja. Ja. Kom op. Hopsakee. Hassan, en jouw vrouw, die kan zij het ook amper meer tillen? Nee. En nu is die verwachting is er helemaal niet natuurlijk. Ja. Maar goed, er moet toch een oplossing voor komen. Dit staat er niet bij. Dat is geen leven meer. En als je dan om een aangepaste woning vraagt, wat krijg je dan als antwoord? Ja, ze gaan de ambassade bezoeken. De woning staat niet in de krant of zo, maar hoe kan ik de woning vinden? Zaid El Attar viel als baby van 4 hoog uit het raam en raakte ernstig gehandicapt. Sindsdien zit hij thuis, omdat zijn ouders hem niet naar beneden kunnen tillen. De situatie na 3 jaar is onhoudbaar en een benedenwoning is absoluut noodzakelijk. Maar omdat de vader van Said overspannen is en fouten maakte bij het reageren op een woning, trok de stedelijke woningdienst de medische urgentieverklaring in. Ja, dat heb ik wel, maar vindt u dat? Wellicht weet u dat nog. Komt het Amsterdam Slotermeer en is als 2-jarig joch van 4 hoog uit het raam gevallen en is daardoor gehandicapt geraakt. Ja, hij is inmiddels bijna 6. En hij woont op, in een flat, 4 hoog. Dat zijn 8 trappen. Ja, dat is zo langzamerhand niet meer te handelen. Nee. Er is geen lift. Geen lift. Er is geen lift. 4 hoog is meestal een lift. Zullen we even naar boven gaan? Hebben we ruimte om even te zitten? Ja. We hebben tijd gehad geprobeerd de zaken te doorgronden. En het gaat goed komen. Dat ben ik van overtuigd. Het gaat goed komen, daar ben ik van overtuigd. En ja. Hoe gaat het goed komen? Precies. Ik zou zeggen van nou, we zitten begin oktober. Hè, we hebben oktober, november, december, zijn nog 3 maanden te gaan. Daar in die periode komen 6 of 7 exemplaren van het woningnet magazine uit. Hè, waar dus de vrijkomende woningen in staan. Wij gaan samen met meneer kijken in elk krantje of daar iets bij zit. En wanneer komt de volgende? 19 september. Dus dan zouden we donderdag de 19e bij u terug kunnen komen. En dan zouden we samen kunnen gaan kijken of er eventueel woningen zijn. Ja, zeker. En dan kunnen we gaan kijken waar die zijn. En dan kunnen we het meteen kort sluiten met de woningbouw. Doen we dat. Volgende week donderdag zijn wij hier terug. De afspraak lijkt hoopgevend. Met de nieuwe krant van volgende week moet dat iets kunnen opleveren. Dit is Hassan. Hallo. Annette Lier. Hallo. En dit is de kleine man. Hoi. Hey. Ja, mag hij naar boven? Ja, ja. En wat we constateren is dat deze meneer vandaag iets doet wat hij ook eerder had kunnen doen, maar niet gedaan heeft. En dat we dus vandaag het traject inzetten waar die meneer gewoon recht op heeft, gezien de uitspraak van 1,5 jaar geleden. Ja, nogmaals, we gaan niet bekvechten, maar ik stel gewoon vast dat er gewoon 3 jaar lang klaarblijkelijk misverstanden zijn geweest over de nieuwe woning. Deze man is behoorlijk in de war geraakt van al die toestanden. En dan kunt u wel zeggen, hij had dit moeten doen en hij had dat moeten doen. Maar er zijn altijd nog een hele grote groep mensen in dit land die dat nou eenmaal niet uit zichzelf doen. En dan botsen ze klaarblijkelijk hier ook tegen de muur. Want hier wordt bestraffend gesproken. Nee, zo werkt het. Ja, dat zal allemaal wel leuk en aardig zijn. Ik wil dat het anders gaat werken. Het schiet wel op, maar hij zal zich dus, als hij een beroep wil doen op die status van voorrangskandidaat, moeten confirmeren aan dat keurslijf. Doet hij dat niet, dan vinden wij dat ook prima. Dat heb ik u net verteld. Het is 3 jaar lang fout. Dan kan hij reageren. Hij had eigenlijk al lang onder de pannen moeten zijn. Maar dat is niet het geval. Ik vind dat hij nu een soortement van extra voorrang verdient. Nou, dat kunt u vinden, maar dat doen we dus niet. We hebben voorrang en we hebben geen voorrang en daar zit verder geen gradaties in. Dus we hebben een achterstand nu, vandaag de dag, van 3 jaar, mevrouw? Nee, dat hebben we absoluut niet, dat ontkennen. Nou ja, als u dat niet ziet, dan zijn we hier voor niets, denk ik. Nee. U heeft ons keurig uitgelegd wat we moeten doen. Ik zie dat het probleem van deze meneer na 3 jaar nog niet opgelost precies. is. Precies, en los het dan op als ik denk dat die meneer daar een groot aandeel in heeft. En als dat zal ongetwijfeld, mevrouw. Ja, maar dat moet hij dan maar gaan begrijpen, want anders duurt het nog 3 jaar. Mevrouw, wil doen mij een plezier. Said, hij wil al sinds 1999 een andere woning hebben. Stelt hij voor, verklaring nou, op 1999. Nee, dat doe ik niet. Mag ik uw directeur spreken? Bent u de interim? Ja. Ah, nou, dan ga ik u gauw een hand geven, want ik kom. Ach, Eva Weber. Hoewel mevrouw van Lier het allemaal heel goed bedoelt, maar ze is zo buitengewoon ambtelijk dat er geen garen mee te spinnen is. Ik ben ervan overtuigd dat ambtenaren die hierbij
bezig zijn, die dit in hun takenpakket hebben, wel betrokken zijn en hun best doen om iedereen te helpen. Dit invalide kind, Saïd, komt amper meer buiten. Waarom? Omdat hij niet door iedereen van vier hoog naar beneden en van beneden naar vier hoog kan worden getild, mevrouw. Maar de moeder van Saïd ligt in het ziekenhuis en is in verwachting van een vijfde kindje. Akkoord. Nee, mevrouw, akkoord. Mevrouw, ik zou zeggen, uw dienst is in staat om te bemiddelen in een hele snelle en adequate afwikkeling van het huisvestingsprobleem van de familie Elata. Dat kan uw dienst. Als ze daartoe bereid is, denk ik dat het mogelijk is om deze week nog een woning aangewezen te krijgen. En wellicht die volgende maand al zodanig aan te passen dat Saïd en het hele gezin Elata er op normale wijze kan gaan wonen. Ik kan u alleen verzekeren, wij zijn wel bereid om te helpen. Die actie hebben wij in gang gezet, maar wij zullen dat doen conform de regels die de gemeenteraad van deze gemeente heeft vastgesteld. Ja, en waarin iedereen gelijkelijk behandeld wordt. Tuurlijk, mevrouw. En ik kan niet wegen of dit kind en deze situatie problematischer zijn dan 100 anderen die zich bij wijze van spreken deze minuut bij de Zuiderkerk kunnen melden. Dit probleem speelt al 3 jaar bij uw dienst. Uw dienst zegt, er wordt niet beantwoord aan de door ons vastgestelde regeltjes. Dus deze meneer en zijn familie kan de bietenbrug op. Dan heeft hij een aantal fouten gemaakt. Die heeft hij gemaakt. Ja. Dan komen we bij u om dat uit te leggen. En zeg, help ons nou om dit grote probleem wat zich voordoet op te lossen. En het enige wat u dan antwoordt, dat zijn de regels. Met voorrangsverklaringen. Waar we geen ene malle moer mee opschieten, mevrouw. Wat? Dit hele bezoek aan uw dienst is tot nu toe zonder enig resultaat. Dit is de start van het realiseren van het zal zo zijn, mevrouw. Nou, ik denk dat we toch dan naar de politiek moeten om beter gehoord te vinden. Als u daar ook niet naar wilt luisteren. Als u van oordeel bent dat de regels onrechtvaardig zijn, ja, mevrouw, is dat ook de enige weg. Dit is een dusdanig starre wijze van omgaan met regels, dat ieder die dit ziet zal begrijpen dat dit niet de manier is waarmee de ambtenarij en de burgers elkaar moeten weten te vinden. Goede. We kennen elkaar nog. Ja, ik heb eens achter u aan gezeten. Ja. Ja, ik kan me dat herinneren. Zullen we gaan zitten? Ja, heel graag. Het probleem dat hier speelt is dat deze zaak al 3 jaar uitzonderlijk is. Of niet uitzonderlijk is, maar al 3 jaar voorrang verdient. Ik pleit ervoor dat als u tot dat inzicht komt, dat u het met mij eens moet zijn dat hij al 3 jaar feitelijk op een wachtlijst staat. En dat hem dat in deze omstandigheid meer voorrang verleent dan dat hij nu krijgt. Ik zal het volgende doen. Uw vraag is volkomen duidelijk. Ik ga daar niet in een televisieuitzending over beslissen, dat begrijpt u hopelijk ook. Dus ik zal mij beraden op de vraag of ik daar in redelijkheid aan kan tegemoetkomen. Hoop doet leven, zullen we maar zeggen. Terwijl de wethouder zich beraadt, stuurt een aantal maatschappelijke organisaties brandbrieven die de ernst van de zaak onderschrijven. En de wethouder manen zijn menselijk gezicht te laten zien. Er zijn 7 gezinnen die voor een 5-kamer benedenwoning geïndiceerd zijn. Dat zijn. Ik heb me die gevallen rapport over laten uitbrengen. Dat zijn allemaal gevallen die, als je ze bekijkt, eigenlijk wel net zo zielig zijn. Dat is het erge. Alleen niet zo lang als deze situatie. Daar gaat het nu om. Het gaat puur en alleen, burgemeester wordt u vast aangekondigd. Het gaat puur en alleen om het feit dat dit al 3 jaar duurt en de andere gevallen beduidend korter van duur zijn. Daarom vragen wij in een uitzonderlijke situatie ook een uitzonderlijke. U kent die andere gevallen niet? Ik ken ze wel, want ik heb ze hier. En ik weet precies wanneer ze urgent zijn. Ik zeg, we gaan hem maximaal helpen om met die hele hoge vorm die hij heeft zo snel mogelijk een woning te krijgen. Nou, maar wat is dan de garantie? Welke garantie geeft u dat? U kunt niet zeggen dat hij binnen 3 maanden een woning heeft. Dat kunt u niet garanderen op deze manier. En dat is niet redelijk. Ook als ik zou kunnen doen wat u vraagt, dan is er nog geen garantie. Dan heeft hij morgen. Nee, dat is niet zo. Nee, wethouder, dan heeft hij morgen. Aangezien hij dan bovenaan de lijst staat. En als hij reageert, komt hij als eerste in aanmerking. Dus we doen echt binnen de regels zoveel mogelijk, omdat we zo snel mogelijk... Maar waarom weigert u nu? Wat is dit? Omdat u ambtenarij niet wil afvallen. Is het dat? Het moet binnen een paar weken of maanden moet het echt lukken. En de stedelijke woningdienst gaat je er maximaal bij helpen. Ik vind het teleurstellend dat u uw ambtenarenapparaat dus niet op deze wijze wenst te passeren. Maar als dat de wijze van uw van beleid maakt, is dan is de gemeente Amsterdam buitengewoon bar meegesteld. Kom maar.
die er nogal meevalt. Als u ons geen steun geeft, want dan blijf ik niet in de jaar dalen. We gaan u steunen en we gaan u steunen. Ja. Argumenten blijven aan Dovermans oren. Klaarblijkelijk vindt de wethouder het gekrenkte ego van zijn ambtenaren belangrijker dan het lot van Saïd en zijn familie. Volgende week zijn wij er weer om 8:30. Is uw ego ook gekrenkt, maar schenkt uw baas daar geen aandacht aan? Schrijf ons dan. Wilt u direct juridisch advies over uw problemen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met 0900 Breekijzer of surfen naar breekijzer.nl. Maar let goed op, deze service kost 70 eurocent per minuut. Zometeen Arrest and Trial, waarin we de reconstructie, oplossing en berechting van een misdaad zien.